Want als ik nu gewoon over dit hekje spring en het veld op kom, dan kan ik waarschijnlijk van naar beneden. Hoi! Stop. Het is vandaag weer een prachtige dag, want er gaat vandaag namelijk een droom van me uitkomen. En zoals jullie kunnen zien aan mijn shirtje heeft het te maken met Real Madrid. Ik bedoel natuurlijk FC Barcelona. Door Frenkie de Jong ga ik namelijk naar FC Barcelona. Ik mag alleen echt niet te laat komen. En eigenlijk ben ik al te laat. Maar met deze jongen ben ik natuurlijk zo in Barcelona. Trouwens, ik heb een nieuwe truc, moet je kijken. Ik ben natuurlijk super goed in skateboarden. Ik heb bijna een hartaanval. Dat hoorde allemaal gewoon bij de truc. Oké, door dat skateboard heb ik nu echt haast, dus ik moet echt nu gaan. Oké, zoals jullie kunnen zien zijn we hier bij Paris Saint-Germain. We gaan namelijk van... Wat was het ook alweer? Barcelona! Oké. Barça. We zijn bij FC Barcelona bij Camp Nou. Want zometeen gaan we namelijk naar de wedstrijd. Oké, ik ben bij FC Barcelona. Moet je kijken. Nu is gewoon even wachten op Frenkie de Jong, want ik heb hem nog niet gezien. Maar het zal vast en zeker allemaal wel goed komen. Ik denk dat de uitslag 19-0 wordt. 19-0. En ik denk dat Frenkie ze alle 19 gaat scoren. Hé, als ik word gescout bij FC Barcelona, speel ik dus gewoon niet. Je moet even checken. Ik voel me al een beetje spelen. Ik heb echt het gevoel dat ik nu gewoon over dit hekje kan springen en gewoon het veld op rennen. En gewoon om te beginnen, ik wil meespelen. Ja, maar zou ik ook doen eigenlijk? Want als ik nu gewoon over dit hekje spring en het veld op ren, dan kan ik waarschijnlijk gewoon al meedoen. Zie je die bewaker? Ik zie hem al staan, hij staat er wel. Die man is maar aan het scannen, gast. Ik kan er nu echt niet over. Luca, ik kan nu niet gaan. Deze man gaat mij er echt niet door laten, dat kan ik je wel vertellen. Daar is Tess tegen. Hij weet het nog niet, maar over een paar weken heb ik zijn plek ingenomen. Ik geef jou nu 100 euro als jij nu het hekje overspringt en het veld oprent. 100 euro. 100 euro? 100 euro. Oké, film. Ik had al lang gedaan. Film dan. 100 euro, hè? Ik geloof niet dat hij het echt gaat doen. Ik geloof gewoon niet dat hij het echt gaat doen. Als hij het echt gaat doen, hebben we namelijk echt een probleem. Ten eerste, ik moet 100 euro betalen. En ten tweede, Sam mag nooit meer van zijn leven in een voetbalstadion. Oh, hij is aan het scannen. Ja, die bewaker daar is nog steeds op hem aan het loeren. Oh. Ongelooflijk, man. Ik had het oprecht al lang gedaan. Waarom doe je het dan? Huh? Doe het dan. Kijk, voor mij 100 euro. We switchen hem om. Jij gaat, ja? Maar dan krijg je 100 euro. Maar je moet wel overheen ook, hè? Als in op het veld ook echt. Op het veld wel. 100 euro echt? 100 euro, zeker. Hij gaat echt. Kijk, hij zegt tegen mij van waarom doe je het niet? Dus ik verwacht nu wel wat, weet je. Ik verwacht wel wat. Even kijken, hij wil niet, man. Hey. Je komt terug? Ik heb alleen even... Nee. Luister, ik ga nog. Je gaat nog, oké. Ja, maar luister. Het is gewoon, dit is niet het moment, op dit moment. Zometeen misschien. Wacht even, ja? Oké. Hé jongens, ik zie Frenkie de Jong nog niet staan eigenlijk. Nee, ja? Weet je wat het is? Kijk. Frenkie heeft niet echt zijn warming-up, heeft hij niet echt nodig. Dus hij komt zometeen nog, maar als we gewoon beginnen zeg Frenkie, maar. Frenkie die doet niet zijn warming-up, hij komt gewoon iets voor aftrap. Dan komt hij het veld opgelopen en dan doet hij er even een nagel zwaaien. Maar geloof me, hij komt. Gewoon doen alsof je weet wat de tekst is. Ja. Abonneer op Joris. Alsjeblieft, dankjewel! Respect. Hey, er zijn hier gewoon allemaal legendes op het veld. Ansu Fati, kijk hem, yo! Ik zit te kijken, maar ik zie Frenkie de Jong gewoon niet spelen. Ik zie hem niet op het veld staan. Zeg je? Frenkie de Jong, ik sta niet op het veld, toch? Of wel? Ik zie hem niet. Moet wel. Frenkie! Moet wel. Gast, het is Frenkie, hij moet wel. Helemaal naar hier voor Frenkie, gast. Hou je sterk, man. Je moet sterk blijven. Ter Stegen zenuwachtig, want hij weet dat ik zijn plek ga innemen. Kijk hem. Gelijk balverlies, hij is zenuwachtig. Hij staat heel ver weg, maar daar staat Xavi. Hij is gewoon aan het chillen daar, gast.
zal na de wedstrijd even mijn nummer aan hem geven, zodat hij me gewoon een berichtje kan sturen, weet je wel. Hey, die scheidsrechter die hier aan het fluiten is, is dezelfde scheidsrechter die Nederland tegen Argentinië heeft gefloten op het WK. El scheidsrechter, man. Hey, allemaal El scheidsrechter in de comments. Kijk hem dan. Oh, 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 zoek een andere baan. El scheidsrechter in de comments. Kunnen jullie nog herinneren dat ik een Game of Trick heb gedaan tegen Lewandowski? Ik had natuurlijk gewonnen en sindsdien is hij oogcontact met me aan het vermijden. Beetje klappen, maar niet naar mij kijken hoor. Hij is nooit meer hetzelfde geweest. Hij is nooit meer hetzelfde geweest sinds hij had verloren. Ben je een goeie bij Busquets? Rafi! Hey! Hey! Wat? Ik vond de bal, maar ik zie niks. Oh! Roberto. Hij gaat hem halen. See ya. Yo. Zij tegen zijn natuurlijk dat hij naar de wc zou gaan. Maar ik geloof gewoon niet dat Frenkie er niet is, dus hij moet wel ergens buiten zijn. Oké. Okay. Kijk, misschien is hij wel in deze auto. Nee, ik denk het niet, Kijk, hier is zoveel ruimte. Maar ik zie geen Frenkie nog hier, man. Hier is die ook niet. Hey jongens, hij is al wel lang naar de zee, man. Ik weet niet waar hij is. Hij is een lange weg, Waar kan die zijn, man? Ik heb echt overal gekeken. Misschien is hij trouwens wel gewoon ergens buiten de hekken gegaan. Want de hekken zijn allemaal dicht. Dus misschien moet ik naar buiten gaan. En misschien is hij daar wel. Ik heb hier zitten. Het is Joris. Wat doe je hier? Joris. Hé. Hey. Waarom zit je hier? Gast. Wat is er gebeurd? Ja man, ik was gewoon even frisse neus aan het halen hier, toch? Wat is er aan de hand? Wat heb je gedaan? Frisse neus even halen, man. Nee, dat geloof ik niet. Ik ben dus serieus naar buiten gegaan door deze hekjes. Alleen je kan deze hekjes alleen maar van binnenuit openmaken. Dus nu kom ik letterlijk niet meer het stadion in. Ik denk, waar blijft die gewoon? Hij zit gewoon opgesloten buiten eigenlijk. Laten we het houden bij even een frisse neus halen. Oké, dat is goed. Ik heb trouwens gehoord dat ik misschien kan komen trainen bij FC Barcelona. Maar dan moet deze video 8000 likes halen. Dus like alsjeblieft de video van mij. En iemand die de video like krijgt een shout-out in de volgende video. En hopelijk hadden jullie allemaal een hele fijne dag.